Er is oorlog in Oekraïne en Rusland probeert Europa eigenlijk uit te spelen met heel duur gas. Wij zijn afhankelijk, ons hele energiesysteem is afhankelijk van Russisch gas. En Rusland speelt met de gaskraan en dat zorgt ervoor dat gas ongelooflijk duur wordt. Op dit moment al 10 keer zo duur als het vorig jaar was. En die hoge prijs, die betalen wij aan Rusland. En daarmee spekken wij de oorlogskas. Dat is op dit moment het grote probleem. Ja, hoe zijn we nou beland bij die hoge energieprijzen? Er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste eigenlijk een gebrek aan samenwerking. Ja, Europa is begonnen als met kolen en staal. Maar qua energiemix zijn het nog steeds nationale keuzes. Ik denk dat het beste voorbeeld was Nord Stream 2. Dat is een directe pijpleiding van Rusland naar Duitsland. Daar was heel veel kritiek op. Heel veel Europese landen wilden het niet. En toch wilde Duitsland dat per se doorvoeren. Dat zou Duitsland nog afhankelijker hebben gemaakt van Russisch gas. Nou, de oorlog in Oekraïne heeft er pas voor gezorgd dat Duitsland daarvan afgestapt is. Terwijl eigenlijk dat Europees al veel langer de vraag was, moeten we dat wel doen? Ten tweede, de langzame energietransitie. Al heel lang zeggen wij natuurlijk, zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent van fossiel. Die transitie is heel langzaam ingezet en dat zorgt ervoor dat ons energiesysteem nog steeds in grote mate fossiel is. En ten derde, de oneerlijkheid in het energiesysteem. Op dit moment worden vele winsten juist bij fossiele bedrijven gemaakt. Denk aan een Shell dat zelfs in het tweede kwartaal van dit jaar nog steeds 11,5 miljard euro winst heeft gemaakt. En dat terwijl de energieprijs voor consumenten onbetaalbaar wordt. Die oneerlijkheid in het systeem draagt bij met de problemen die we op dit moment hebben in onze energie. Ja, wat moet er nu gebeuren? Allereerst, er gebeurt natuurlijk al van alles. Er worden veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de energieprijs iets wat gedempt wordt. Maar het zijn wel allemaal noodmaatregelen. Het is eigenlijk paniek. Terwijl er is ook echt lange termijn hebben we ander beleid nodig. En op 5 punten moet het anders. Ten eerste, het Europese energiebeleid moet veel meer gecoördineerd worden. Denk alleen aan de infrastructuur. De toekomst is een duurzaam energiesysteem. Maar dat betekent dat eigenlijk onze elektriciteit vrij door Europa moet stromen. Op dit moment zijn de verbindingen tussen landen op een aantal vlakken ongelooflijk slecht. Denk aan tussen Spanje en Frankrijk. Om nationale redenen is die verbinding nog steeds niet goed geregeld. Hier heb je Europese coördinatie nodig om te komen tot een Europees supergrid. Ten tweede moeten we Europees echt gezamenlijk energie gaan inkopen. Op dit moment doen landen dat nog individueel. En daarmee worden we tegen elkaar uitgespeeld. Dat leidt tot hogere prijzen, grotere afhankelijkheden. Ten derde moeten we die energietransitie versnellen. Meer duurzame energie en energiebesparing. Bij duurzame energie denk aan programma's voor meer zonnepanelen op daken, zodat we zelf onze energie opwekken. En bij besparing, met name bij huizenisolatie, hard nodig om ervoor te zorgen dat we energie niet gebruiken. Want energie dat je niet gebruikt, daar kan je ook niet afhankelijk van zijn. Ten vierde hebben we een serieus investeringsprogramma op Europees niveau nodig. Dat betekent stoppen met investeringen in fossiel en vooral investeren in een duurzaam energienetwerk op Europees niveau. Er zijn Europese fondsen die moeten volledig worden ingezet op het versnellen van deze transitie en niet meer op verkeerde keuzes zoals er nu nog vaak in zit op fossiel. En ten vijfde moet ons belastingssysteem natuurlijk eerlijker worden. Als je nu kijkt naar de grote winsten die fossiele bedrijven nog steeds maken, we moeten ervoor zorgen dat die excessieve winsten belast worden en dat die opbrengsten gaan naar ons, de gebruikers van energie, die juist die steun hard nodig hebben om die energierekening betaalbaar te houden.